En wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kenai Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag zijn we aangekomen bij de allerlaatste DIY kerstvideo van dit jaar. Er komen nog wel gewoon vlogs online, maar dit is echt de laatste DIY die je kan bestellen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Heel veel van mijn kijkers zijn niet geabonneerd. Daardoor zorg jij ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Het abonneren is ook gewoon helemaal gratis. Maar je krijgt een melding op je tijdlijn als er weer een nieuwe video van mij online is gekomen. Dus dat zou natuurlijk gewoon super leuk zijn. En als ik met de kerst 7000 abonnees heb gehaald, dus we zijn er bijna nog 250. Dan ga ik een hele week lang van kerst tot en met oud en nieuw voor jullie elke dag een video uploaden. Om dat te vieren. Dus ben je niet geabonneerd, abonneer eventjes. Want dan heb je in die tijd echt elke dag een hele leuke video. Om jullie te bedanken als jullie dat doen. Want ik zie echt 60% van de kijkers is niet geabonneerd. Het is echt een kleine moeite om even op die abonneerknop te drukken. Dus ja, doe dat vooral. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder het kopje cursuspakketten. We versturen deze tot uiterlijk dinsdag. Wil je dit pakket nog graag bestellen? Doe dat dan snel, want die willen we natuurlijk op tijd voor de kerst in huis hebben. En dan gaan we gewoon aan de slag. We gaan een kerstboompje maken. Dus een leuke afsluiten. Daarvoor hebben we dus een punt nodig. En groen. En die gaan we even in kleine stukjes knippen. Goed, wat we dan gaan doen is we gaan hem van beneden opsteken naar boven. Dus het is belangrijk dat je van onder iets grotere takken neemt dan daarboven. En je daardoor echt een punt werkt. Dus kijk even goed welke je nodig bent. We werken wat kleiner en de onderkant maak je even schoon en die steek je erin. En zo maak je nu de eerste rij vol met kerstgroen. Dus maak hem aan de onderkant even schoon en dan steek je hem erin. Dat hij mooi rond is gewerkt. En zo werken we elke keer naar boven. Ik pak nu aan de onderkant elke keer een beetje een vertakt takje. Dan heb je een hele mooie basis. Dus laat het niet te lang. Laat het kerstgroen dan niet te lang. In zo'n boompje gaat echt veel kerstgroen. Dus dat is wel even goed om te weten. Zoals je ziet heb ik de onderkant mooi weggewerkt. Dan gaan we net boven werken en die werk je iets dichter erop. Dus dat je echt trapsgewijs gaat werken. Je kan hiervoor ook best wel enkele takjes gebruiken. We hebben nu een mooie basis en dan steek je er tussen. Zoals je ziet blijf ik dit elke keer herhalen, maar doe ik hem elke keer net iets korter. De vorm helpt natuurlijk al mee, omdat het echt in een punt is. Het hoeft natuurlijk niet helemaal perfect, want een echte kerstboom is ook niet helemaal perfect. Maar je steekt het zo elke keer mooi helemaal vol. Zoals je ziet hebben we het al heel mooi opgestoken. Er zit elke keer een beetje ruimte tussen om dat mooie effect te krijgen. En nu werk je eigenlijk korter op. Dus je moet echt zorgen dat je van breed naar smal werkt. Dat doe je door steeds kleinere takjes te pakken en ook de enkele takjes.
En zoals je ziet steek ik aan het einde wat meer naar boven. Dat doe ik eigenlijk de hele tijd al. Maar nu nog iets erger. Omdat je dan ja, echt dat mooie naar beneden creëert. Van een kerstboom. Zoals je ziet heb ik het boompje heel mooi bekleed. Loopt het van boven naar beneden, mooi naar beneden. En is het één mooi geheel. Maar we gaan nog eventjes een piek toevoegen. En dat doen we door middel van een leuke ster. Zoals je ziet heb ik een hele leuke glitterster als piek. Die voeg ik er toe. Bovenaan. En dan gaan we nog even afwerken met wat mooie asparagus die geverfd is. En her en der een beetje Thailandia om het mooi wel natuurlijk te houden. Al is het asparagus natuurlijk helemaal natuurlijk. Maar dat geeft wel een beetje dat sneeuweffect in, ja, in het kerstboompje. En ja, de laatste dingetjes mooi op te vullen. Ik steek de kleine stukjes asparagus subtiel tussen. Dit geeft echt een beetje dat sneeuweffect. En ik steek het ook weer wat meer naar beneden. Ik heb de glittersterren trouwens in verschillende kleuren. Zo ook in het zwart, in het roze, in het groen. Ik zal de kleuren, als je hem wil bestellen, er even bij zetten welke je eventueel zou kunnen bestellen. En dan kan je de gewenste kleur aangeven. Asparagus maakt het heel luxe naar mijn idee. Ik vind het wel mooi als het er een beetje tussen valt. Alsof het gesneeuwd heeft. En dit kan je natuurlijk zoveel toevoegen als je zelf wil. Daarnaast kan je natuurlijk zelf ook kerstballetjes toevoegen door erin te lijmen. Je kan er echt helemaal je eigen stijl aan geven. En dat is zo leuk aan dit boompje. Dan kan je het aan ieders wens aanpassen. Af te maken voegen we een klein beetje Thailandia toe. Mocht je nog kleine stukjes oase zichtbaar hebben, kan je dit ook ertussen stoppen om dat een beetje op te vullen. En dan heb je een heel mooi sfeertje. Ik vind het grijzige met het witte juist heel erg mooi. En ja, het is natuurlijk heel mooi neutraal. Een beetje alsof je engelenhaar toevoegt aan je kerstboompje. Zo creëer je echt een heel luxe kerstboompje. Ver en daar een klein beetje. En hoe leuk is dan dit boompje? Je kan nog even wat lampjes aan toevoegen als je dat zou willen. Het is gewoon zo'n ledsnoertje. Die kan je er eventueel los bij bestellen. En dan hebben we een hele mooie natuurlijke kerstboom die je dan zelf helemaal hebt gemaakt. Hoe leuk is dat? En het blijft natuurlijk ook wel langer goed omdat je het op oase steekt. Dus dat is natuurlijk ook super leuk. En je kan er natuurlijk elk kerstballetje of kerstdecoratie aan toevoegen wat je wilt. Dus je kan hem nog verder versieren. Maar ik vind hem zo echt prachtig. Super leuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Wees er snel bij, op is op. Je kan hem eigenlijk nog tot en met maandag bestellen. Dan gaan we hem dinsdag nog versturen. En dan is dit alweer de laatste DIY video van, ja, van de kerst. Na de kerst gaan we natuurlijk gewoon door. En vergeet vooral dus niet te abonneren, want halen we nog de 7000 abonnees voor de kerst. Dan komt er een hele week lang elke dag een leuke video. Dus dat is natuurlijk super leuk. Helemaal in de tijd waar heel veel mensen vrij zijn. Of als je wil werkt gewoon lekker 's avonds op de bank om eerst eens naar een video te kijken. Goed, ik wil je bedanken voor alle leuke reacties op de kerstvideo's. Laat hieronder even weten wat jij de leukste kerstvideo vond. En wat je misschien het nieuwe jaar zou willen zien. Dat zou ik ook super leuk vinden om te horen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie je bij de volgende keer weer. Doei!